blessure of wat. Maar dat komt ook, mijn knieën gaan niet mee, te veel prikkels gisteren gehad. Ondanks dat ik toch mijn koptelefoon op heb, heb ik te veel prikkels gehad op de kidneytour. En dat zorgt er nu voor dat ik dus heel moe ben en dat niet alles lukt. Maar we gaan meepakken met de benen hoor, dat gaan we wel doen. Dus ja, wint. Ik ga ook nog morgen, als de fotograaf open is, eens een kijkje nemen daar. Voor, voor is te vragen voor zo'n winddopje om erop te zetten. Zodat als er wind is, dat je mij toch nog kunt horen. Want dat heb ik wel nodig. Dus dat ga ik sowieso halen binnenkort. Ook nog eens de prijs en zo allemaal bekijken. Dus op internet zoeken en zo dingen allemaal. Maar dat gaan wij sowieso doen. We gaan nu naar de beenhouwer. We gaan hamburgers halen, want dat heb ik hoestingen om te eten. Dus dat gaan we halen om... Normaal zou ik nu naar de Vetur gaan, maar de Vetur is niet open, helaas. Dus ja, en de knieën zijn heel veel pijn, dus dat beloof voor de ballonloop. En de korte schaal, daarmee dat we even toch wel een beetje gaan rusten. Want we gaan binnenkort ja, terug met de ballonloop moeten lopen. Dat is nu zondag, dus moeten we toch wel een beetje recupereren. Wanneer ik naar school moet gaan werken, dat weet ik nog steeds niet. Dus moet ik ook nog horen. Maar we zijn hier al eens nieuwe dingen. Dus wij lopen hier nu. Het is een beetje vandaag. Het is oranje in deze straat. We zijn voor de beenhouwer. Ik heb hier altijd... Eigenlijk is dat grappig eigenlijk. Hè. Mensen weten het allemaal misschien niet. Mensen wel lang aan de vlog kijken, weten dat wel. Dus de ene beenhouwer neem ik dus voor het gehakt. En voor de worst. En de andere is voor de hamburger. Ja, en dan ga je het al moeten zeggen tegen uw begeleiding, hè, die komen om te helpen en zo. Hè, want je weet dat ik heel begeleiding heb om te helpen. Dan moet je zeggen, ja, die met die rode kap, hè, dat is voor de gehakt. En de anderen, die zijn voor de hamburgers. Maar meestal haal ik er wel zelf op, dus dat wel. Ik ben eens benieuwd eigenlijk. Mijn knie is wel een beetje zeer. Het komt wel goed. Ik stap misschien als een pingwing, maar beter als een pingwing. Dan niet wandelen, kijk wat. Dus ik ga het even doen. We moeten sowieso nog naar de fotograaf gaan om eens te vragen. En alle nieuwe dingen, want ik heb gemerkt dat de camera toch niet 100% werkt. Hoe gaat het werken? Dus dat gaan we ook nog eens een keertje moeten vragen. Maar we zijn bijna bij de benen. De vlog van Jamila vind ik echt super tof. Cool ook om daar gewoon, het feit dat hij land is geweest, vind ik echt al super. En ik zeg, heel veel mensen stuurden mij gisteren op. Weet je, als je erin komt vandaag trouwens ook nog. Ja, ik weet dat ik erin kom. En ja, dat is gewoon super geweldig natuurlijk. Hè. Jamila, hè, snap je? Dus ja, dat vind ik echt wel tof. En het is ook een leuk stukje en zo allemaal. Dus het is tof. Het is echt super, super tof. Dus, ja. Maar het is wel kalm met auto's. Ik weet niet wat het is, maar het is kalmer dan anders. Dat voor een aandacht te zijn. Mensen zijn allemaal bezig met kinderen. Te leren naar school te gaan, denk ik. Want dat is echt niet druk. Het is hier al drukker geweest, hoor. Heel drukker. Dat is niet normaal. Dat is echt niet normaal. Meestal is dat hier constant. Wacht maar voor school is, dan gaat hij weer drukker zijn. Maar ja, dat gaan jullie niet merken. Ik moet pas van november deze kant uit. Dus het is echt stil in deze kant. Naar rechts. En dan naar links. Rechts. Op één auto na, niks. Nog de rest. Zo, er is niemand. Dus gaan we naar binnen. Allee, anders gaan we ook naar binnen, maar dan gaan we naar binnen kijken. Dat is waar wij altijd onze hamburgers komen halen. En daar liggen ze. De hamburgers. Ja.
Nee, dat mag niet. Het mag niet regenen. Als de ballon is, dan mag niet regenen. Maar je elke dag geen bal zaterdag en zondag. En zondag. Dan moet je dus goed weten hoe de ballon is. Ik heb er heel lang op te wachten, al 3 jaar. De vredesfeest, dus dat mag niet. Dat is de DNA waar ik altijd op geloof. Dus wacht op de zes. Kalkoenworst. Daar heb ik nog nooit gegeten, maar kalkoenworst. Ik heb gelijk gezegd, zou dat skippen worden van een kalkoenworst. Ik ben hier niet bij. Dat zei het ook, het is er echt rustiger dan normaal. We hebben de bakken maar erin. Dat is chocolademousse. Ik ga chocolademousse halen. De ene keer dat ik een chocolademousse ga halen, het lopen. Dat gaat de prijs niet maken, dus ik ga even een chocolademousse halen. Open, hier is de bakker. En daar staat de chocolademousse. En die ga ik halen. Dus ik heb mijn eigen tracteer, heet zoiets. Het is een keer groter. Wow. Nee, dat is groot. Goed. Even wachten. Goedendag, het is voor het chocolademousje dat er staat. Ah ja. Ik dacht, die is hier niet meer binnen, die zei hallo, kom halen. Ik dacht, dat kan niet meer staan. Het is te lekker, hè? Dat smaakt altijd, hè? Ja. Ja, ik heb even de kamer af, want ik moet binnen, want ja, anders is dat een probleem. Ja, zoals de boden en voeren en zo'n ding allemaal. Ik ben er niet zo goed in en 2 dingen tegelijkertijd doen. En ik kan er niet de kaart in beeld komt en zo'n ding allemaal. We zijn het gaan halen. Dus ja, we moeten de ene keer een mesje chocolademousse gaan aan het liggen. Dus ja, ook een zakje, ja, moest er ook al bij. Want normaal doe ik dat niet, een zakje. Maar ik denk dat iedereen dat wel heeft zo van, ja, wist ik dat. We nemen dat wel mee, maar ja, we nemen dat niet mee, hè. Een zakje of een rustzak. En dan denk ik, waarom niet maar aan de benen houden? En ja... Dan hebben we zachtje nodig. Zo. Het is lekker als we thuis er eens uitleggen hoe dat mijn kat precies wordt geschreven. Haar naam en waarom dat ze die naam heeft. Ik vind het wel iets leuk eigenlijk. Ik weet dat er al veel mensen buiten Jamila dat ook hebben. Van hoe noemt dat beest eigenlijk? Dus ik ga dat zakje even uitleggen. Hey, welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Wat zeg ik nu weer? Ga ik het eens even hebben over mijn kat. Mijn kat, Christeltje. Iedereen dacht ik had de uitleg even geschreven. Hoe komt ze aan die naam? Het is totaal geen schrijffout. Laten we dat even duidelijk stellen. In de vlog van Jamila en in mijn eigen vlog zei ik dat. Omdat ik niet zo goed wist wat ik moest zeggen op dat moment. En ik was ook een beetje zenuwachtig. Maar het is geen schrijffout. Het is eigenlijk allemaal gekomen. We hebben haar ooit gevonden op het Kokkeweekplein. 9 jaar geleden, al ja, bijna 10 jaar geleden gevonden. Dus bijna jarig namelijk. En toen heb ik haar naar huis gebracht. En mijn mama heeft haar een leuke naam gegeven. En de naam is eigenlijk... mijn mama is een heel grote fan van... was een grote fan in de hemel natuurlijk nog altijd. Van Kisser Beken. En Kisser Beken had toen op dat moment op Twitter een leuke naam. En ik ga het eventjes laten zien hoe haar naam was. Dit is een post van 2016. Hier kan je dat dus zien. Dat de naam was die Christel op dat moment had. En mijn mama had er die beet op gevonden om die Twitternaam van Christel aan die kat te geven. En ja, toen werd het natuurlijk Christeltje. En waarom het zo geschreven is ofzo, of wat dan ook. Dat zult je helaas aan Christel Rebeke moeten vragen. Want dan weet ik niet waarom ze dat gekozen heeft. En mijn mama vond dat dus leuk. En toen was de naam. En ja, gaat de kat door het leven als het Twitternaam van Christel Rebeke. Dus ja, zo is het een beetje. En het is niet anders. Maar het is dat je het weet.